Tussen Taghi en Peivucht zoekt gevangenisdirecteur. De grootste criminelen als Ridouan Taghi, Willem Holleder, Geuk Mentanus, Dino Soerou en Mohamed Bouyeri verblijven in de beruchte en zwaar beveiligde penitentiaire inrichting in Vught. En daar komt nu een vacature vrij, namelijk die van gevangenisdirecteur. Een baantje waarbij je niet moet terugdeinzen voor een bedreiging hier en daar. Gevangenisdirecteur André Arnsen levert namelijk na 5 jaar zijn gevangenissleutel in. In een interview met DN De Stem vertelt hij over zijn vertrek. Een besluit dat hij naar eigen zeggen niet uit veiligheidsredenen nam. Hij is op zoek naar een nieuwe uitdaging voordat hij met pensioen gaat. Daarom wordt hij vestigingsdirecteur van het justitieel complex Eist. Bij deze beruchte gevangenis in Vught hoort de extra beveiligde inrichting, EBI. Waar de zwaarste topcriminelen zitten. Volgens oud-directeuren moet de nieuwe gevangenisdirecteur niet bang zijn. Integendeel, volgens de directeuren moet een kandidaat moedig zijn. Ook moet een geïnteresseerde volgens hen met naasten overleggen wat er te wachten staat. Zo wil de topcrimineel Ridouan Taghi vanuit de EBI adressen van 4 gevangenismedewerkers opsporen. Zij zouden hem namelijk moeten helpen bij een ontsnapping. De medewerkers moesten direct onderduiken en ook Arnsen werd in zijn vrijheden beperkt. De ontsnappingsplannen van Taghi zetten de EBI op scherp. Zo meldde een Vandaag vorig jaar dat medewerkers een tijdje maskers droegen als ze met Taghi in contact kwamen. Het is niet zomaar een baantje, vertelde strafrechtadvocaat Willem-Jan Ausma in Goedemorgen Nederland. De meeste mensen die daar zitten, willen naar buiten. Daar doen ze soms ook heel verdomd veel moeite voor. En als dat niet lukt, willen ze toch een soort luxe leven daarbinnen. Dus er komt veel spul naar binnen. Wat eigenlijk niet naar binnen mag, aldus de advocaat. Daar moet je op letten. Maar het moet natuurlijk ook een beetje humaan blijven.